Ik ben Nathalie, welkom op mijn kanaal en welkom bij deze nieuwe vlog. Veel kijkplezier! Er reageerde laatst iemand in mijn DM of onder een video die zei van, dat hij schildpaddenvoer had besteld bij de schildpaddenopvang. En dat nu ook iedere keer ging doen. Dat is natuurlijk helemaal top, want de opbrengst daarvan dat gaat naar de schildpaddenopvang toe. Ik krijg ook vaak de vraag van, ga je weer filmpjes maken bij de schildpaddenopvang? Dat gaat zeker gebeuren. Gerard die is ziek geweest en hij wilde eventjes wat rust. In deze periode worden er niet heel erg veel schildpadden gevonden of gebracht. Er zijn wel weer wat schrijnende verhalen gekomen van schildpadden die gewoon in de rivier, in de Maas zijn gedumpt. En die had het hele schild kapot. Die zat vastgevroren in het ijs. Nou ja, een heel verhaal. Het staat allemaal op de Facebookpagina van de schildpaddenopvang. Ga dan maar eens kijken. En dan in het voorjaar dan ga ik weer terug naar de opvang en dan ga ik weer wat video's maken daar. En dan wordt het waarschijnlijk één keer in de maand dat er een video van de opvang komt. Omdat wij nu, anders is het ook gewoon een beetje te veel voor hem. Het is gewoon wel een hele lange dag altijd het filmen. En zo kan ik in ieder geval wat filmpjes verdelen en hoef ik niet zo heel vaak zijn tijd op te vragen. Want hij heeft het gewoon hartstikke druk. Dus dan komt er vanaf het voorjaar één keer in de maand een filmpje bij de schildpaddenopvang weer met een interessant onderwerp. Ik heb nog wel wat beelden, die heb ik nog bewaard. Die wilde ik nog even laten zien aan jullie. Toen de laatste keer dat ik er was, had Gerard laten zien hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Als je schildpaddenvoer bestelt daar zo, dan plaats je dus die bestelling online. Vervolgens wordt dat allemaal verzameld. Hij laat dan zien waar die opslag allemaal is en hoe het er allemaal uitziet. En dat wordt dan naar jou toegestuurd. En de opbrengst daarvan, dat gaat allemaal weer naar de schildpaddenopvang. Dus heb je nou ook een schildpad of een ander dier die dit soort voer allemaal gebruikt? Dan ga eventjes kijken en bestel het dan alsjeblieft daar. Want daar help je de opvang dan ook weer mee. Het scheelt gewoon weer. Dus dat krijgen jullie nu even te zien, dat gedeelte. Dit is even de oude locatie nog, de andere locatie. En hier staat ook nog van alles opgeslagen. Het is allemaal voer en zo, hè? Ja, klopt. We hebben het voer doen we vanaf deze locatie. We willen eigenlijk voorkomen, stel voor er zou binnen de opvang een ziekte ontstaan. Dan willen we niet dat het voer, zeg maar, wat we dus via internet verkopen ter behoeve van de opvang, dat dat besmet wordt. Dus daarom hebben we hier mooi een aparte ruimte. Dus dit is gewoon even de bulkopslag. En hierachter hebben we dan de inpakruimte. Nou, hier wordt het voer allemaal gewogen en verpakt. Ja, oh ja, hier staat ook allemaal van alles bovenop. Ja. Ah, kijk. Zie je, maar dat wisten wij allemaal niet, want dat hadden we allemaal natuurlijk niet bij de schildpaddenopvang gezien. Nee. Dat is ook altijd leuk, hè? Kijk je achter de schermen. Kijk, yes. Alle dozen, allemaal voor het opsturen. Dit is gewoon de webshop, zeg maar. Ja. Nou, uiteindelijk wordt alles verpakt, hè? Dus wat in emmers is het als bulk gedaan en dan wordt het omgepakt naar liters. Nou, dan hebben we hier nou, bijvoorbeeld een greep van het soort. En dus hier bijvoorbeeld grasbrok. Dat is dan allemaal volverpakt, zodat we ook zo snel mogelijk kunnen leveren. Nou, schildpaddenmix. Nou, zo houden we eigenlijk alles een beetje op voorraad, zodat als mensen bestellen, zeg maar, dat ze meteen dezelfde dag dat het opgestuurd wordt. Ja, en de opbrengst gaat natuurlijk allemaal naar de schildpaddenopvang. Dus ja, 100%. Graag hier je voer bestellen. Ja. In een video van 3 jaar geleden, toen kwam Saar, deze schildpad, die kwam daarin voor. Die was 60 jaar toen, 3 jaar geleden. Dat is nu dus 63 gehad. Hij heet Saar, maar het is een mannetje. En kijk eens hoe goed of hij het doet. Alleen hij kan niet zo goed met andere schildpadden, heb ik begrepen. Nee, Saar is een Russische schildpad. Russische schildpadden staan er wel bekend om. Die kunnen niet zomaar bij elkaar gehouden worden. Nou is Saar wel echt een uitzondering. Die is echt extreem agressief tegen andere schildpadden. Dus daarom heb ik hem gewoon hier thuis. Hij zit zomers lekker buiten. En 's winters zit hij binnen en houdt hij uiteindelijk zijn winterslaap. Ja, ik ga jullie eventjes de 2 kolonies laten zien van mijn ijshoopot. Dit zijn dus pissebedden. En deze die worden ook wel Dalmatiërs genoemd. Of koetjes. Of nou, er zijn er meerdere namen voor. En deze die zijn dus heel erg leuk als huisdier. Maar ze zijn dus ook heel erg goed in een bioactief terrarium. Alleen, ze kweken heel erg. Dus je krijgt er al gauw een heleboel. En als je weer te veel van deze diertjes
in je terrarium hebt, ja, dan merkte ik dat ze de slakken gaan plagen. Dus het is wel van belang dat je niet te veel van deze diertjes in het slakkenterrarium doet. Maar ze zijn van zichzelf ook hartstikke leuk, dus het is ook superleuk om deze dieren te houden in een terrarium. Wat hebben ze nu nodig? Tenminste, er zijn verschillende variaties. Mijn variatie is als volgt. Ik heb een bodem van cocopiet. Mos heb ik erbij. Blaadjes. Er zitten wat springstaartjes in. Die houden... Kijk of ik die wel kan laten zien. Hier zitten wat springstaartjes op de knikkers. Ik weet niet of je die kan zien, maar... Die helpen mee om schimmels te bestrijden. Zo, het is natuurlijk wel een vochtige bak. Hier zie je wat springstaartjes lopen. Het is natuurlijk wel een vochtige bak, dus die houden het evenwicht goed. Nou, ik geef ze hier een mix. Dus ik heb zelf zo'n soort slakkenmix gemaakt. Het is een mix met proteïne, met van alles en nog wat. Ik heb een soort visvoer gegeven, wat calcium. Ze eten graag van de sepia. Dat is natuurlijk ook heel erg goed voor hun. Ja, schild is het eigenlijk niet voor hun huid, hun harnas wat ze hebben. Het zijn eigenlijk geen insecten, maar ze vallen onder de kreeftachtige. Het zijn eigenlijk krabbetjes, kreeften. Ze kunnen ook goed tegen vocht. Ze kunnen goed zwemmen. Ik heb hier ook een fruitkuipje ingezet. Voor wat extra fruit. Nou, je kunt er een courgette in leggen, een komkommertje, worteltje. Gewoon fruit en groente. Gedroogde beestjes. Ze eten eigenlijk van alles. Ze zijn niet zo moeilijk. Wat ik nog een keer wil halen, dat is van Rapashi. Zo heet dat merk, geloof ik. Ik zal het even hier in beeld brengen. Dat ga ik volgende week even een keer bestellen. Want dat schijnt ook heel erg goed eten te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze daarvan vinden. Ze is even weer wat anders. Ze verstoppen zich graag onder het schors, dus het is belangrijk. Ik ga je laten zien, let op. Tadaa! Kijk eens, een hele kolonie. Er zitten ook nog een paar andere kleurtjes bij. Dit soort kan prima op kamertemperatuur. Je hebt er zelfs een enkele bij die bijna wit is. Kijk, hier zie je dus een babytje. Dat is heel klein. Vergeet niet te abonneren en een like achter te laten.
is zo lief. Zo. Niet zo hard, want je hebt echt schuurpapier. Isn't he pretty? Isn't he wonderful? Dus samengevat hebben jullie nu meegekregen dat er twee assen zijn. Namelijk de dramatische as die zich altijd afspeelt tussen twee personen. En de bewegingsas. Ja, ja. Meer met de achtergrond spelen qua kleur. Ja. Dan kan je het natuurlijk mee versterken. Ja, dat zijn dan inderdaad keuzes die je als regisseur kan maken. Ik kan me ook voorstellen dat juist doordat deze ruimte helemaal rood was, je daardoor weer nog gedesoriënteerder bent, omdat waar ze precies staan. Zeg maar, omdat je juist het aan de achtergrond niet kan zien, maar door de heren wel. Maar dat zijn zeker ook keuzes die je kan maken. Dat is dat programma, moet je raar of ze kunnen zingen of niet. Ja!